Welkom bij de 1.3 Biocast. En die heet Rijker dan je denkt, omdat we gaan kijken naar de vier rijken. Zoals we het voorproefje ook al gedaan hebben bij 1.2. Je ziet onderin de rijken, bacteriën, schimmels, planten en dieren. En we hadden één van die dieren, de hazelworm Angus fragilis, hadden we ingedeeld. Natuurlijk moet je die indelingen niet uit je hoofd kennen. Je moet wel weten dat je organismen in zo'n groep onderverdeelt, bijvoorbeeld in klassen, op basis van overeenkomsten en verschillen. Dus de klassen van reptielen hebben allemaal overeenkomsten met elkaar. En de andere klassen, bijvoorbeeld de zoogdieren, de vissen en de vogels, die hebben verschillen. Dan had je ook nog de indeling in domeinen. Dus de bacteriën, de schimmels, planten en dieren noem je eukaryoten. En dan waren er nog de archaea, oftewel de archebacteriën. Dat zag je weer terug in BINAS. Onderin de bacteriën, maar rechts onderin zie je de archebacteriën. En daarvanuit zijn de planten, schimmels en de dieren ontstaan. 78b zie je de indeling in de vier rijken. Je ziet de rijken staan links. Je ziet ook of ze eukaryoot zijn, dus een echte celkern hebben, of ze een celwand hebben en of ze een vacuole hebben. Die gaan we even uitsplitsen, ongeveer zoals die in je boek staat. Je ziet hier plaatjes van organismen die horen bij de vier rijken. Onderin zie je de bacterie, die heeft het DNA los in zijn celplasma zitten. Dan heeft hij een celwand. Hij heeft ook een celmembraan en hij heeft een zweephaar zitten. Maar voor de rest heeft hij geen celkern, geen centrale vacuole en ook geen bladgroenkorrels. Als we kijken naar de plant, die heeft een celkern, dus niet de DNA los in het cytoplasma. Heeft een celwand, heeft een celmembraan, heeft een grote centrale vacuole, heeft bladgroenkorrels en geen zweepharen. Je zou daar dus een tabel van kunnen maken. Dit is de schimmel. Die heeft ook een celkern, hij heeft een celwand en hij heeft een celmembraan. Voor de rest geen vacuole, geen grote centrale vacuole en bladgroenkorrels. Dan blijft over nog de dierlijke cel. Die heeft een celkern en heeft een celmembraan. En voor de rest geen celwand, geen centrale vacuole of bladgroenkorrels. Op basis van deze eigenschappen deel je organismen in bij één van de vier rijken. En dat is tevens het einde van de 1.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.